De professionele netwerksite LinkedIn trekt naar de beurs. Het bedrijf wil zo'n $175 miljoen ophalen. LinkedIn telt wereldwijd 90 miljoen gebruikers die vooral zakelijke contacten willen leggen. De grootste professionele netwerksite ter wereld, LinkedIn, heeft beursplannen. Met 90 miljoen gebruikers is LinkedIn veel kleiner dan het 500 miljoen leden tellende Facebook. De twee netwerksites hebben dan ook een heel ander doelpubliek. Facebook is eigenlijk bekend als een vriendenwebsite, terwijl LinkedIn is ontstaan vanuit de professionele context. Dat is eigenlijk ontstaan als netwerksite. Wat dat je ziet is dat eigenlijk vooral professionele mensen erop zitten, CEO's, mensen actief in het bedrijfsleven. Solliciteren, op zoek gaan naar een geschikte zakenpartner of in contact komen met potentiële klanten, dat is de uiteindelijke bedoeling van LinkedIn. Gebruikers maken een profiel aan waarin ze zichzelf voorstellen. Op die manier ontstaat een virtueel netwerk. De gemiddelde LinkedIn-gebruiker is een 41-jarige blanke man met een jaarinkomen van €75.000. Een interessant doelpubliek, zeg maar. LinkedIn is eigenlijk in principe gratis voor iedereen. Iedereen kan er gaan opzitten, kan die van de diensten gebruik maken zonder te betalen. Maar daarnaast zie je dat zij stilaan meer en meer ook geld beginnen te vragen voor extra diensten, zoals advertenties die je er kan opzetten. Je kan er ook vacatures op posten. Dat kost $195 voor 30 dagen bijvoorbeeld. Tussen 2007 en 2009 zag LinkedIn zijn inkomsten verdrievoudigen. In België telt de netwerksite zowat 800.000 gebruikers.